Hoi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag weer met een Zeeman shoplog. Namelijk, ik ben laatst gewoon een keer weer naar de Zeeman geweest. Gewoon hier in Boksel in het dorp ben ik naartoe gegaan en heb ik geshopt. Meestal doe ik het eigenlijk online voor deze video's. Maar ik vind het soms echt heel fijn om naar de winkel te gaan. Want sowieso in de winkel hebben ze veel meer. Het is een hele andere ervaring, zoals altijd. Maar daar hebben ze ook de sieraden. Al die dingen die je online niet kan vinden. Dus ik ben super goed geslaagd. Heb allemaal leuke dingetjes geshopt. En die ga ik vandaag weer met jullie delen. Met dat gezegd hebben, voordat we erin gaan duiken, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden, dus maar één druk op die rode knop is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu in de tas gaan duiken, want ik heb best wel wat leuke dingen. Als eerste laat ik maar gelijk beginnen met een van mijn favoriete dingetjes weer. Namelijk de barrettes van de Zeeman. Daar hebben jullie mij al vaker over horen praten. Wauw, die zin kwam er niet lekker uit. Maar de barrettes van de Zeeman zijn one size. Zijn volledig van wol, dus daar moet je wel tegen kunnen. En ze worden verkocht voor maar €3,99. Sowieso moet ik zeggen dat ze wel eens in de sale gaan. Dus dat is ook wel handig om naar te kijken. Maar ze bestaan dus wel 95% uit wol. Ik heb deze, zoals jullie weten, in mijn video's heb je ze al vaker voorbij zien komen. Ik heb heel veel andere kleuren al. Maar nu in de winkel zag ik ook deze grijze en die had ik nog niet. Ik ben meestal niet zo'n fan van grijs. Maar het is wel makkelijk te combineren. Want sommige andere felle kleuren die ik heb zijn iets moeilijker combineren met alledaagse outfits. En dit is gewoon zo'n makkelijke die je altijd kan opgooien. De laatste tijd ben ik hier gewoon mega fan van. Ik draag ze super vaak. Ik word er telkens beter in hoe ze te stylen, hoe ze te dragen en zo. En ik vind ze gewoon, ja, een leuke toevoeging aan je outfit. Lekker makkelijk ook om te dragen. Maar mega aanrader. Ik heb deze al in het oranje, in het meer blush roze van de Zeeman. En nu dus ook deze grijze. Mega aanrader om naar te kijken of ze het bij jou in buurt hebben, want ze zijn echt heel erg top. Dan heb ik een kledingstuk. En ik heb deze nog niet aan kunnen passen, dus ik hoop heel erg dat hij goed zit. Natuurlijk gaan jullie hem wel aanzien. Ik ga weer naar de zijkant schuiven, zodat jullie hier het aanbeeld kunnen zien. Maar deze vond ik gewoon echt heel erg tof. Het is een wat langere jurk. Ik denk dat die midi valt, heel eerlijk gezegd. Het is een beetje moeilijk zo te zien. Op het oog, deze is €15,99. Niet duur, niet goedkoop. Vrij normale prijs, vind ik. Voelt gewoon heel erg tof het patroon, want hij is zwart en er zitten allemaal verschillende grote stipjes op. Maar het zijn ook niet perfecte cirkeltjes stipjes, zeg maar. Het zijn allemaal een beetje gekke, wonky stipjes. In een aparte kleur. Het is een beetje... Het is niet mosterdgeel, zeg maar. Het is iets dieper dan dat, maar de hele mooie kleur. Ik vind hem gewoon heel erg leuk. Ik denk dat deze op twee manieren, zeg maar, te dragen is voor elke dag. Maar ik denk ook heel goed, omdat het een beetje zo'n blouse effect jurk heeft met een band ondermiddel, dat hij ook heel goed kan voor meer zakelijke settings, zeg maar. Als je serieus genomen wil worden en je hebt een meeting of zo, denk ik ook dat dit er eentje zal zijn die ik aantrek. Ik had toevallig vanochtend een video meeting met een bedrijf en dan trek ik altijd meer zulke soort dingen aan. Dat het nog wel als ik voel, maar een beetje wat netter. En ik denk dat dat daarvoor, zeg maar, echt een perfecte jurk voor mij is. Dus ik hoop heel erg dat hij goed zit. Dat hij goed past. Ik was een beetje aan het twijfelen over de maat. Dus ik hoop dat hij goed zit. Dat is wel het nadeel, hè, van de Zeeman. Ik zou het heel fijn vinden als hun een pashokje ooit gaan hebben. Want je verkoopt wel de kleding, maar er is geen pashokje. Dus dat is altijd een beetje lastig. Maar ja, in elk geval deze meegenomen. Ben ik heel benieuwd naar. Ik vond hem in elk geval op eerste indruk heel leuk. En jullie weten of die goed zit, ja of nee. Dan laat ik maar gelijk even wat van de basics doen. Die hebben we dan gewoon gelijk uit de weg. Ik heb nog allemaal andere leuke dingetjes, hoor. Maar de Zeeman is natuurlijk wel de place to be voor je basics, vind ik. Als eerste namelijk heb ik wat hemdjes gekocht, want die draag ik de laatste tijd super vaak. En wat ik zo fijn vind aan de Zeeman is dat ze 100% katoenen hemdjes hebben die verstelbaar zijn. En ze kosten maar €1,99. Dus ik heb één witte meegenomen en twee zwarte. Daar hoeven jullie denk ik geen aanbeeld van, toch? Want het spreekt best wel voor zich. Het zijn gewoon van die simpele spaghetti bandjes, hemdjes, verstelbaar aan de achterkant. Heel simpel. Maar de laatste tijd draag ik ze telkens meer. Als ik iets van een blouse aan heb of een trui, vind ik het heel comfortabel om zoiets eronder te dragen. Maar €1,99 en 100% katoen, dat is toch wel waar ik naar kijk. Want dan ga je minder van zweten als hemdje zijnde. Niet als hemdje zijnde, maar zeg maar als het hemdje katoen is, ga jij minder zweten. Dus dit is een mega aanrader. En ze hebben nog meer kleurenopties. Ze hebben ook leuke patroontjes en zo als je dat wilt. Je hebt egale kleuren zoals dit. En je hebt ook in het grijs en ja, roze, van alles nog wat. Dus dit is echt een aanrader. En ook heb ik weer twee pakjes ondergoed meegenomen. Ik ben de laatste tijd bezig om ondergoedla, zeg maar, helemaal langzamerhand te vernieuwen. En ik vond deze echt heel erg mooi. Dit is mijn favoriete setje die ik dit keer heb gekocht. Ik ga altijd voor de Zeeman en dit zijn de LA Sports Shorts voor vrouwen. Dit zijn zeg maar de boxer model onderbroeken. Daar ben ik persoonlijk gewoon heel erg fan van. Ik ben een boxermeisje. En ze hadden nu dit ontwerp nieuw. Die had ik nog niet eerder gezien. Ik vond hem heel mooi. Hele licht pastelroze kleur met mosterdgele stipjes eroverheen. Die vind ik echt geweldig. Maar jammer genoeg altijd, zoals jullie onderhand van mij weten denk ik, komen ze ook met een basic egale kleur. Ik zou het leuk vinden als ze een keer een setje gaan maken
met allebei een printje. Maar de andere is gewoon die mosterdgele kleur. Heel, heel erg mooi. Dit is zeker mijn favoriete set. Ik vind die met die stipjes echt heel erg leuk. En deze wordt verkocht trouwens voor €4,99. De prijs gaat wel telkens omhoog, want deze draag ik al jaren en jaren. En ik weet nog dat ik deze ooit kocht voor €3 of zo. En nu zijn ze al €5. Maar alsnog... top onderbroeken, alsnog heel erg budget en een mega aanrader. En de andere kleurenschema die ik heb gekocht is een beetje saai. Ik vond namelijk de andere printjes die ze hadden helemaal niet mooi. Dus ik heb gewoon deze simpele met een peachy kleur. En de andere kant is een wat meer donkerdere rozige kleur. Prima, leuk, simpel. En deze is de... oh, deze is wel €3,99 nog. Misschien is dit dan een oudere nog. Deze is nog iets goedkoper geprijsd, dus dat is mooi. Oh, ik zie nou trouwens, dit zijn de Lara boxers. Dat was de naam. Ik wist dat het niet zo heette als wat er op de band zat. Dat is een beetje verwarrend. Maar de Lara boxers, mega aanrader. Super comfy. En dan heb ik weer wat nieuwe en dan kan ik weer wat oude wegdoen. Dan nu ook bij de korting. En misschien, ik weet niet of dat de vorige Zeeman shoplog was. Maar als jullie geabonneerd zijn bij mij, komt deze je misschien een beetje bekend voor. Want namelijk bij de korting hadden ze in deze bak de Disney Classics haarborstels liggen. En deze zijn dus eigenlijk bedoeld voor kinderen. Daardoor zijn ze heel erg klein. En de vorige keer in een shoplog had ik die van Winnie de Pooh gekocht. En nu zag ik deze van Marie. En hij was dus nu afgeprijsd van €2 naar €1. En het is dus gewoon een heel klein haarborsteltje. En deze is heel schattig. Lichtroze met wit met Marie erop en Marie geschreven ook erop. Die van Winnie de Pooh heb ik echt al intensief in gebruik. De vorige keer dacht ik, dit is super chill voor in je tas. Het is namelijk zo'n klein borsteltje dat die makkelijk in je tas past. Daarvoor had ik hem toen de vorige keer gekocht. En zoals veel van jullie weten, ben ik een Disney fan. Vandaar ook dat we zo vaak naar Disneyland gaan en al die vlogs en dingen. Dus ik hou sowieso heel erg van Disney. Dus ja, mij boeit het echt niet dat het een kinderborstel is. En ik vind het juist fijn dat het kinderborstel is, want daardoor is hij zo compact. Dit is voor mij echt zo'n borstel die in een tas gaat. En dan iedere keer meegaat. Dus ja, daarvoor gekocht voor een euro. Hartstikke blij mee. Dan gaan we naar alle accessoires. Want er waren best wel wat accessoires in de sale. En ik zag hele, hele leuke nieuwe. Ik vind sowieso dat de Zeeman... je moet er even doorheen kijken dat de verpakking zo lelijk is. Maar ze hebben hele mooie sieraden tussen hangen. Je moet er even een beetje tussen zoeken. En dan hebben ze hele toffe dingen. De eerste van die ik heel erg tof vond. Deze was €1,49. Ze staat op nikkelvrij. En deze vond ik zo vet. En gewoon on trend. In de zin van, denk even dit lelijke kaarsje weg. Dit zou 100% iets kunnen zijn dat je bij de H&M zou kunnen zien hangen. Want het is namelijk een open halve ring, waarvan er twee ringen aan hangen, als dat logisch klinkt. Aan de ene ring hangen 5 steentjes in het wit in een hele mooie ovaal vorm. En er hangt dus ook gewoon een simpele goudkleurige ernaast. En die connecten aan de achterkant. En dan is het gewoon een simpele stut die in het oor gaat. Maar ik vond deze zo mooi. Natuurlijk ook heel erg makkelijk te combineren, want het is gewoon goud met wit. Past overal bij. En ja, ik vond deze helemaal ontrend. Heel erg mooi. Het is zo jammer, ze moeten echt die kaartjes gaan aanpassen, vind ik. Net zoals de Action, die heeft ze laatst ook aangepast. En het ziet er gewoon zoveel beter uit. Heel veel mensen lopen er denk ik langs, omdat het gewoon goedkoper oogt door de verpakking. Maar deze 10 uit 10 voor de oorbel zelf. Echt heel erg mooi. En dat gold ook voor deze. Deze vond ik super trendy. Deze vond ik echt super cool gewoon. Dus die heb ik gelijk bijgedaan, want ze kost maar €1,99. Staat ook weer bij nickel free. Dit zijn stekers, waar ik heel erg fan van ben, want die zijn altijd gewoon lekker makkelijk gooien in en klaar. En deze zijn goud en die hebben een hele leuke structuur erop zitten. Er zitten allemaal kleine puntjes in. En hij wokkelt dan een beetje gek om zichzelf heen aan de onderkant. Wederom dus super, super makkelijk te dragen. Want gewoon simpel goud past overal bij. Maar ik vond deze echt tof. Dit vond ik echt Zara vibes hebben. De meer uniekere sieraden. Ja, geweldig. Ik moet zeggen, ik vind het echt heel leuk. Voor dat geld echt belachelijk goedkoop. Dus ja, ik kan je niks meer dan aanraden. Want deze twee waar ik het net over heb gehad, zijn allebei van de nieuwere collectie sieraden. Helaas verkopen ze deze niet online. Wat ik heel jammer vind. Ik weet niet zo goed waarom. Maar die kan je niet in de webshop vinden. Maar in de winkel zeker het bekijken waar op dit moment. Want de nieuwe collectie is echt geweldig. Voor een heel klein prijsje. Dan ook, dit is een wat gekkere. En deze had ik in de sale volgens mij. Hier staat wel €2,99 op. Maar deze zat volgens mij in de bak met de sale items. Maar in elk geval, deze vond ik heel leuk en vrolijk voor de lente opkomst. Hierin krijg je 2 gouden schuifjes met allemaal steentjes erop. De bovenste heeft groene steentjes. En die krijg je in een rechthoek en in rondjes in het lichtgroen. Heel mooi. En die daaronder heeft gele rondjes. En dan krijgen we weer zo'n
Ja, ik weet niet zo goed hoe ik die vorm moet noemen. Het komt me even niet te binnen. Ik weet de naam echt van de vorm. Maar in elk geval, je ziet nu in beeld. En die zijn roze. Heel, heel erg tof. Dan krijgen we stutoorbellen. Die zijn in een rondje met allemaal verschillende grote steentjes eroverheen. Een paar zwart. Een beetje een huidskleurtje roze en wit. En we krijgen ringen. En die vond ik ook echt top. Van die ringen met allemaal steentjes erin. In al die kleuren die ik net heb opgenoemd. Heel erg vrolijk. Echt voor de lente zomer denk ik heel leuk om te dragen en te combineren. En deze set kostte maar €2,99. Dus €3 voor twee paar oorbellen en twee haarschuiven. Die ook lekker extra zijn. Dus ja, hele goede prijs. Heel blij mee. Vind ze echt heel erg tof. Dan ook zag ik deze oorbellen. En het waren wederom van die dat ik dacht, dit is super leuk. En heel makkelijk te combineren. Daar ben ik de laatste tijd ook gewoon een sucker voor. Dat ik niet over na hoef te denken. Deze kostte €1,49. Staat wederom nikkelvrij op. En deze hebben een gouden stut die in het oor gaat. Heel simpel. En daaraan hangt een ovaal. En dat is wederom weer alsof het een beetje zo gek gesmolten, gebogen is. Ik vind het heel erg leuk. Ik vind het heel stoer staan. En ik denk zeker als je dit met een mooie jurk of zo zou dragen, dat echt ja, niemand gaat zien dat dit van de zeeman is. Wederom, die achterkant is gewoon niet zo mooi. Maar de oorbellen zelf, geweldig. Helemaal ontrend. Heel erg leuk. Dan heb ik nog twee clipsets. Als eerste deze, die was nu van €1,49 naar €0,75 afgeprijsd. En die vond ik gewoon zo ontzettend leuk. Hierin krijg je drie haarclips. Eentje is zwart met ja, allemaal stukjes erin. Je ziet het natuurlijk wel in de close-ups. Een beetje moeilijk uit te leggen. Maar er zitten allemaal van die zilveren stukjes in. Heel erg mooi. Dan hebben we een gouden. En die is helemaal doorzichtig met gold foiling erin. En dan hebben we een roze. En die is een beetje zo'n melkrozige kleur. En daar zitten allemaal stukjes in het lichtroze in. Heel erg tof. Heel erg simpel ook. Ik denk ook makkelijk te combineren. Ik heb sowieso altijd deze kant van mijn haar zeg maar naar achter. Dus ik denk dat het heel leuk is om dan zo'n clip hier zo in te hebben. Daarvoor gebruik ik ze veel. En deze zijn nog wel zeg maar heel leuk en vrolijk om naar te kijken. Maar omdat ze wel één kleur hebben, heel makkelijk te combineren. Dus ja, ik vond deze heel leuk voor €0,75. Ja, heb ik meegenomen. En dat gold nu ook voor deze. Die was nu ook €0,75. Hierin krijg je er ook drie. We krijgen twee vrij kleinere. En die zijn super leuk. Helemaal goud glitterend. Heel erg tof. Makkelijk te combineren wederom ook. En daarnaast krijgen we ook nog een hele grote. En die is doorzichtig met gold foiling erin. Top. €0,75. Oorspronkelijk kan ik niet meer de prijs zien. Maar die zal ook wel iets van €1,25, €1,50 zijn. Mega aanrader dus ook om in de afprijzingbak te gaan snuffelen. Die stond bij de kassa. Maar daar heb ik dus wel even ongegeneerd. Terwijl ik aan het afrekenen was even tussen gezocht. En een paar leuke uitgehaald. En dan ook. Deze heeft Luc erbij gegooid. Dus ik kan mooi de schuld aan hen geven. Maar dat is oprecht waar. Trouwens. Normaal gesproken zien jullie vaak snacks voorbij komen bij mij bij Action Shop Los. En die gooi ik er altijd zelf bij. Maar deze wilde Luc graag hebben. Dit is de Chocolate M&M Cookie Double Chocolate. Ik moet ook wel zeggen, het ziet heel lekker uit. Wij hebben ze nog nooit op, dus we gaan het proberen. En deze werd verkocht voor €1,99. Is natuurlijk ook helemaal niet duur. Die wilde hij er graag bij hebben, dus die heb ik erbij gedaan voor hem. Nou, en dat was dan eigenlijk alles wat ik heb gekocht, maar ook weer niet. Want ik heb heel veel kledingartikelen gekocht. Het is een kleine sneak peek. Maar die ga ik vandaag niet aan jullie zien, want die wil ik namelijk doen in een challenge video die binnenkort online zou komen. Want ik wil namelijk een challenge doen van leuke outfit maken, budget outfit maken voor €30 of €20 bij de Zeeman. En daarvoor heb ik wat kleding gekocht om in jullie te laten zien en kijken om te combineren. Want ik moet zeggen, de laatste tijd sowieso koop ik telkens meer kleding bij de Zeeman. Omdat ze gewoon heel goed bezig zijn en on-trend. En het is nog steeds lekker budget. Dus die challenge wilde ik graag met mezelf aangaan. Er zijn wel een paar dingen gebeurd. En ja, een paar dingen die ik moeilijk vond die ik niet had verwacht. Maar dat ga ik allemaal delen in die video. Ja, officieel is niet alles wat ik op deze shoptrip heb gekocht. Ik heb hier nog best wel wat kleding voor mijn neus liggen. Maar er komt dus binnenkort een video aan dat ik jullie meeneem naar de Zeeman. Dat we samen gaan shoppen. Dat ik probeer een budget outfit te maken. En wat zeg maar mijn aanwinst is geworden. Dus ik hoop heel erg dat jullie dat leuk vinden. Laat me vooral weten of jullie dat leuk lijkt. Ik heb het dus al gefilmd. Maar het is totaal iets buiten mijn comfortzone. Wat ik nog nooit heb gedaan. Dus ik hoop heel, heel erg dat jullie dat een leuk idee vinden om te gaan doen op dit kanaal. En om te beginnen gaan we dat dus proberen bij de Zeeman. Dus dat was alles wat ik dit keer heb gekocht bij de Zeeman. Ik ben heel erg goed geslaagd. Ik ben heel erg blij weer met de dingetjes. Een paar dingen gehaald die ik echt nodig had en een paar dingetjes gewoon lekker geshopt. Sowieso vind ik het gewoon heel leuk om de Zeeman in te gaan en te neuzen. Het is niet de meest overzichtelijke winkel, vind ik altijd. Je moet er altijd een beetje tussen zoeken. Maar ik vind dat persoonlijk heel erg leuk. Ik hou bijvoorbeeld ook heel erg van tweedehands winkelen. Ik vind het leuk om een beetje die zoektocht aan te gaan en dan ben je heel blij als je leuke dingetjes vindt. Maar ik hoop natuurlijk vooral weer dat jullie het leuk vonden om deze video
te kijken. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wie nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes. Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccounts, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je maar me opvalt. En wie weet zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg! Bye!